een beetje gênant, want er lopen hier mensen voorbij een auto en die kijken naar binnen. Waar in hemelsnaam moet ik zijn? Hoi, persoon. We touch, we break, make it seem like we feel the same, we love. Dus het was niet mijn slimste moment. Hallo, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is weer een van de voor studenten minst leuke tijd van het jaar, examenperiode. Heel veel van jullie hebben op dit ogenblik net hun examens gehaald of hebben ze nu nog steeds. En ik ga vandaag met jullie delen hoe ik studeer voor de examens en de tips en tricks die ik gebruik. Ik hoop dat deze voor jullie ook gaan helpen en dus voor jullie betere punten nu of in de toekomst gaan geven. Mijn allereerste tip is ook iets wat jullie al 1000 keer hebben gehoord. Begin op tijd. Ik weet dat iedereen er altijd ontzettend op hamert. En dat we soms denken van ja en dan niet doen. Maar dit is echt super belangrijk. Het is veel fijner om 4 weken te vroeg te beginnen. 4 weken vroeger beginnen dan dat je het gewend bent. En gewoon elke dag een uurtje, 2 uurtjes studeert in plaats van een week of een dag van tevoren te beginnen en een hele dag te moeten blokken. Wat ik daar ook aan toe wil voegen is dat wanneer je tijdens de lessen al samenvattingen maakt, deze nog eens doorleest, kijkt op fouten, kijkt of alles klopt of alles erin staat, dat het al een enorm verschil geeft en veel minder werk is voor te studeren tijdens de examens. Zoals ik al zei, is het dus heel belangrijk om de lessen zelf al heel goed te volgen. Dit doe je het beste door natuurlijk goed te luisteren, alles op te schrijven wat van belang is en natuurlijk meedoen met de les. Door mee te doen met de les onthoud je al veel meer dingen. Om te doen is plannen. Door te plannen kun je heel netjes zowel plannen wanneer je gaat studeren als plannen wanneer je een pauze neemt. Dit is heel belangrijk omdat je niet 24 uur goed kunt concentreren. Je kunt veel beter een uurtje studeren of 20 minuten of een 30 minuten studeren en dan even 10 minuten tot 20 minuten pauze pakken en daarna weer. Een pauze is ook niet goed om achter je gsm te zitten, maar beter om echt iets te gaan doen. Ga even sporten, ga een wandelingetje buiten maken. Doe iets waarbij je niet aan hetzelfde zit. Zit je bijvoorbeeld te studeren achter een computerscherm, ga dan niet naar de tv kijken. Niet op de computer YouTube video's kijken. Niet op je gsm het een en ander doen. Je moet weg van het scherm en zo kun je het beste uitrusten. Ik leer enorm door te schrijven. Schrijven. Zo schrijf ik alles op wat in de les gezegd wordt en maak ik daar weer een andere samenvatting van, een heel uitgebreide, waarna ik tegen het examen toe een hele korte samenvatting maak, waardoor ik het alweer 3 tot 4 keer heb opgeschreven. Hoe meer ik schrijf, hoe meer ik onthoud. Nog heel belangrijk is alle afleidingen wegdoen. Dit is dus je gsm uitzetten, op stil zetten of op vliegtuigmodus zetten.
Hey, ik ben aangekomen. Nou ja, waar ben ik aangekomen? Dus wegens de corona zit ik natuurlijk even een tijdje niet op kot. Of op kamers, hoe je het ook noemt. Dit is gewoon puur omdat ik dan het makkelijker heb met als ik thuis zit. Dus besloot ik om bij mijn ouders te blijven. Maar vandaag en morgen zijn het examens en die moet ik ter plekke doen. Waardoor ik dus nu 2 dagen op en hier moet rijden naar het examenplek. Normaal zijn examens bij ons op school, maar wegens corona is dit ook weer veranderd. En ben ik dus nu in het Breepark in Breda. Het was wel even spannend, omdat ik eigenlijk totaal niet wist waar het was en over welk gebouw ze het hadden. Maar ik heb het gevonden. Nu moet ik zeggen dat ik het nog niet zo slim had gevonden, want ik stond recht voor de ingang. En ik stuur naar mijn vrienden waar in hemelsnaam moet ik zijn. Ik kijk op en ik zie het heel groot Avans boven de ingang staan. Dus het was niet mijn slimste moment. Misschien ook wel wegens een beetje stress voor het examen. Nu celbiologie. En ik heb wel echt mijn best gedaan met studeren. Maar ik heb wel een beetje stress. Aangezien het een struikel vaak is voor veel studenten. Ik hoop gewoon niet voor mij. Maar ja, we zullen zien. Nu zit ik op de parking te wachten. Want ik ben ook nog een 50 minuten te vroeg. Maar liever te vroeg dan te laat. Dus ik ga nu gewoon even rustig studeren in de auto. En we zijn alweer op dag 2 van het examen. Mijn laatste echte examen. Ja, het is een beetje gênant, want er lopen hier mensen voorbij mijn auto en die kijken naar binnen. Maar ik kies het, tegen mijn gsm te praten. Ik ben hier helemaal alleen in de auto. Ik kies er zelf een beetje voor om in de auto te blijven, omdat het hier lekker warm is. En dan ook een beetje coronaproof. En ik op mijn eentje ben, dus dan toch nog even kan overhoren. Tip voor examens, wat mij altijd enorm helpt, is voor het examen eventjes iets helemaal anders doen. Dus zeg ik wel dat ik even aan het overlezen ben. En dat ben ik nu ook aan het doen, omdat ik ook nog echt een uur heb voor mijn examen. Maar het laatste kwartier of half uur van mijn examen zet ik gewoon mijn muziek op. En zing ik een beetje mee. En dan, om gewoon een beetje te ontspannen en zeker te weten dat ik niet met een stressgevoel naar binnen ga. Want een groot probleem bij examens is dat je al met stress naar binnen gaat voordat je het examen hebt. En door stress gaat het werken minder goed, waardoor het al zeker wat minder naar beneden gaat. Ik zeg niet dat je geen stress mag hebben voor examens. Ik heb het zelf ook. Dat is heel normaal, maar probeer het toch een beetje in toom te houden. Hoi, persoon. Nog een tip is geloven dat je kunt, ook al heb je misschien niet goed gestudeerd. Is er een reden waarom je snap je het vak niet, heb je niet goed gestudeerd? Is er een andere reden waarom jij weet dat het niet gaat lukken? Dan moet je nog steeds geloven in jezelf dat het wel gaat lukken. Kom je daar binnen en denk je dit wordt het niet, dan wordt het het inderdaad niet. Ook al heb je niet gestudeerd, moet je geloven dat er een kans is dat jij dit gaat halen. En als je daarin gelooft, kans groot dat je het al stukken beter doet dan wanneer je er niet in gelooft. Ik hoop dat jullie dit een hele interessante video vonden en hier wat tips en tricks uit hebben kunnen halen. Volgende week komt er weer een nieuwe video. Ik hoop dat jullie er ook zoveel naar uitkijken als ik. Vond je dit nou weer een hele leuke video? Vergeet niet deze video te liken. Abonneer je door op die rode button te klikken. En als je dan toch bezig bent, zet dan ook het belletje aan, zodat je weer een bericht krijgt wanneer een volgende video binnenkomt. Tot dan!